Goedemiddag, beste medewerkers van de pers. KSK Heist Antwerp geëindigd op 1-2. Naast mij traditioneel de twee trainers voor Antwerp is dat Dennis van Mijk voor KSK Heist Cees Boskaerts. Zij zullen hun mening over deze partij geven. Ik geef natuurlijk eerst het woord aan de bezoekende trainer Dennis van Mijk. Dankjewel. Ja, wij hebben het nodige portie druk op ons vandaag na de 5-0 ontdoening op Dessel. We hebben ook wat veranderingen gedaan in de startopstelling. We hebben de twee jongens van Manchester direct erin gedropt. Vrijdag een test gedaan met Joren Dom. Dat is goed gegaan. Gisteren gekeken wat de reactie was. Dat viel ook goed mee. We hebben eigenlijk een klein risicootje genomen om hem vandaag te laten starten. Maar dat is allemaal goed meegevallen. Ik vond dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben. Goed combinatiespel. De ruimte is goed benut. Ja, en 2-0 voor. En dan vertik je het. Ik kom wel een keer weg, goed weg met die bal op de lat. Maar dat weet je zelf ook wel wat kans is dan ik hem ga doen. Tweede helft probeer je natuurlijk een beetje te. Ik zeg de bal in de ploeg te houden. Het spel te bevriezen en dan kijken of je kan prikken. We hebben toch wat jongens die een actie kunnen maken van voren. Nou, dat liep best wel goed, alleen dan maakte die 3-0 niet. Ja, dan zie je dus wel dat je nooit gedaan bent met Heist. Enorm gevaarlijk, bal achter onze verdediging. Pikte de tweede bal op, alle vrije schoppen in de corner zijn levensgevaarlijk. En dan maken we het onszelf twee keer moeilijk, waardoor we twee keer heel goed wegkomen. Sigi pakt de eerste, de tweede wat in zijn en dan scoren. En dan valt toch die 1-2 en dan is het pompje en verzuipen. 3 minuten voor de tijd, daar heb je 4 minuten bij laten spelen, 4 en een beetje. Dan zit je toch nog 8 minuten. Ja, toch je nagels te bijten, wat eigenlijk niet nodig had geweest vandaag. Dus ik vind dat we ons wel heel goed herpakt hadden. Toch tegen een heel moeilijke bespeelde ploeg. En de 3 punten mee naar huis nemen is hier niet iedereen gegeven. Dus ik ben wel best tevreden. Oké, dankjewel voor deze reactie. Dan geef ik nu het woord aan Cees Boskaerts, trainer van KSK Heist. Allereerst proficiat aan Dennis en aan Antwerp voor deze overwinning. Of dat ze verdiend is, dat laat ik in het midden. Ik denk dat de laatste 20 minuten van KSK Heist een gelijkspel hadden gewerkt. Je ziet ook dat een tegenschrijver op voorhand scouten, dat soms niet echt belangrijk is. Want de basisopstelling van Antwerp die verschilde natuurlijk enorm veel met wat ze in Dessel op het terrein hadden gebracht. Dus zoals Dennis aanhaalt, de Manchester aanwezig er direct in, Joren Dom. Nog een paar positiewissels, een licht gewijzigde veldbezetting. Antwerpen begon het best aan de wedstrijd, maar wij waren het eerst gevaarlijk met een prachtig schot van Thomas, dat door zijn gier over de lat wordt getipt. Maar dan nam Antwerp over en ze scoorden vrij vlug. En de 2 doelpunten die ze maken in de eerste helft, die staan we iets te gemakkelijk toe. 2 stiftballen over onze verdediging. 2 keer een beetje identiek. Je kan dan de verdediging met de vinger wijzen. Maar dat is niet volledig juist. Er was op die momenten ook veel te weinig druk op de bal. En de bal kon achter onze verdediging op diagonaal inlopende spelers gespeeld worden. En Carvalho kan dan scoren in 2 tijden, omdat we ook nog eens een keertje staan te kijken wanneer Jo Rutes de eerste bal afweert nog. En dan Mbongo kan een pas van Joren Dom, als ik me niet vergis, te gemakkelijk binnenschieten. Voor de rest nog elk zijn bal op de lat. Eentje van Antwerpen na een warrige fase. En een mooie kopbal van Simon Vermeijren op een voorzet van Sigurd. Maar al bij al denk ik dat we verdiend achter stonden bij de rust. Alleen deed dat gootje in de 40ste minuut ons extra pijn. En dan de tweede helft zijn we echt met aanvallende wissels gaan uitpakken. Aanvankelijk moest Jo nog een heel goede redding doen. En inderdaad kan dat derde doelpunt van Antwerpen dan vallen. Dan is het over en uit. Voor de rest verwijs ik naar de beelden van KSK TV en van Antwerpen om de kansen van Antwerpen te laten zien. Maar ik tel er een stuk of 5, 6 voor Heist. Echt goede kansen.
Telkens, zoals Dennis aanhaalt, met ballen die achter de verdediging worden gelegd. Jens van Roosbroek kwam er eens heel kort bij. Thomas Stevens kwam er eens heel kort bij. Bram Kriel werd afgezonderd. Sengier haalde de bal uit zijn voeten. Thomas Stevens mocht vanuit een heel scherpe hoek naar de lege goal trappen. Dan Bram Kriel nog eens in de korte hoek. Dan uiteindelijk 10 minuten te laat natuurlijk de aansluitingstreffer. Die had welkom geweest 10 minuten vroeger. Weer een goede voorzet van Siegert en binnengekopt door Thomas, die ongelooflijk werk verzette in die spits en echt een geesel was voor de Antwerp verdediging. En dan tot in de blessuretijd, wanneer Bart hem nog eens kan doorkoppen, Thomas net niet bij de bal kwam, echt dan tijd winnen en tijd trekken, vervangingen. Wat natuurlijk het goed recht is van de tegenstrever, dat hoort allemaal bij voetbal bij. Ik ben ook content dat een ploeg als Eist het grote Antwerp, als ik ze zo toch zeker nog mag noemen, het zo lastig kan maken. En op basis van die feiten die ik nu aanhaal, vind ik dat wij vanuit ons standpunt gezien een punt verdienden. Maar uiteindelijk zijn het de goals die tellen en hebben we die in de eerste helft gemakkelijk weggegeven. En hebben we niet het gewenste, efficiënte doelpunt te maken getoond in die laatste 25 minuten van de wedstrijd. En uiteindelijk is het dan 1-2. Oké, dank u wel voor deze reactie, Sir Boskaerts. Zijn er vragen aan een van beide trainers? Ik zie niemand reageren, dan sluit ik hier de persconferentie af. Dank u wel voor de volgende keer.